uit Sydney, bij Hillsong vandaan. Ook met een woord op mijn hart. Ik zou zeggen met een thema op mijn hart. En dat thema, dat is het thema familie zijn. Familiecultuur. En dat sluit aan, en dat had ik pas in de gaten toen dat zo zeg maar, op mijn hart kwam. Bij het woord, wat ik maar opnieuw blijf herhalen, omdat het woord van God is. En ik geloof met alles wat in mij is, dat het woord dat van de Heer is uitgegaan, dat het niet ledig tot hem zal wederkeren, maar dat zal doen wat hem behaagt en dat volbrengen waartoe hij het gezonden heeft. Het woord van God moeten we blijven verklaren. Want weet u, zondag zei pastor Wijs, een woord wat, ik vind het zo'n mooie bijbeltekst hè, van Jeremia 23 vers 29. Het woord is als vuur. Het is als een hamer die de rots vermorselt. Iedere weerstand tegen, ik zal maar zeggen, die probeert te voorkomen dat de gemeente verder groeit, dat de gemeente verder gaat bloeien. En u bent de gemeente, dat uw leven verder gaat groeien en bloeien. Iedere weerstand die daartegen wordt opgeroepen, die wordt door het woord van God als een hamer vermorseld. Want dat is de hamer, het woord van God die de bergen vermorselt. Omdat het woord tot vervulling kan komen. En pastora Norma, die sprak over de gemeente bij de opening. De geestelijke opening zou je kunnen zeggen van de gemeente in dit nieuwe gebouw. Dat het gebouw zou te klein eigenlijk zijn. Het gebouw zou gevuld zijn, we zouden ruimte tekort komen. Dat is fijn als je een nieuw gebouw hebt. Hè? Dat het eerste woord is wat God spreekt. Het is eigenlijk te klein. Vandaar dat we natuurlijk ook bezig zijn in de goede zin van het woord de buurman eruit te bidden. Die moet een beter gebouw krijgen. He? Dat die gezegend zal worden. En dat wij ook die ruimte erbij zullen krijgen. Nee, ik bedoel, dat is wat we doen dan. He? Maar weet u, pastora Norma die zei van het gebouw, dat zal eigenlijk te klein zijn. De ruimte wordt gevuld. Maar weet u, er is een voorwaarde. God zegt, het zal gebeuren als jullie familie daadwerkelijk zijn. Als jullie werkelijk familie zijn. Als er een familiecultuur is in de gemeente. Als jullie één zijn in de gemeente. Dat is wat God sprak. En weet u, toen ik in Sydney was en het woord op mijn hart kreeg, dat is wat tot mij kwam. Toen kwam er ook het andere weer boven. En het komt samen. En ik geloof echt dat het woord wat God me gegeven heeft, je kunt haast zeggen, het thema wat God mij gegeven heeft, ik vind dat het geluid heel raar klinkt. Maar goed, misschien kan iemand wat aan doen. Of misschien ook wel niet. Dat het een thema is wat echt van God komt. En waar we de diepte in gaan, en ik dacht, in al mijn onschuld, hè, ik spreek daar 3 keer over, hè, serietje over familiecultuur, hè, de meeste van jullie hebben dat meegemaakt, hè, maar pastor zei, het is nog niet afgelopen, dus er komt nog meer familie. En vanavond, we hebben afgelopen keer dat ik erover sprak, hebben we iets ook gesproken, en daar ga ik vanavond op verder. Over het feit, er is de, zeg maar, de familiekant, hè? Het feit dat we broer en zussen van elkaar zijn, het feit, zeg maar, hè? Weet u het nog, hè? Ik hou van je, en dan moet spontaan erachteraan komen, en dan komt erachter, ik hou van je. Je bent waardevol. Ja, ik ben heel blij met je, en? Je hoort erbij, yes, kijk, ja hè, hey? Gemeenschapszin, hoort er misschien ook wel bij, maar daar heb ik het niet over gehad. Ja, ja. Zo is het. Dat zit allemaal zeg maar, in diezelfde context. En we hebben het gehad over koinonia, weet u nog? Eén zijn. En hoe je dat handen en voeten kunt geven. En de laatste keer heb ik het gehad over het familiebedrijf. Dat één zijn, dat je hoort bij elkaar. Ik hou van je, ik ben heel erg blij met je. Dat het een doel heeft. Die familiecultuur, namelijk... Opdat we maximaal effectief zijn in het familiebedrijf. Want er is ook een kant waarin wat moet gebeuren. Geloof zonder daden is dood. En er is werk aan de winkel. En we hebben een missie als gemeente. We hebben een doel als gemeente. Uiteindelijk zegt het woord van God, ga uit in deze wereld. En verkondig het evangelie aan alle volken. En de gelovige die zal volgen, als die dat gaat doen, zullen wonderen en tekenen volgen. Op zieken zul je de handen leggen en ze zullen genezen in de naam van Jezus. Boze geesten zullen we uitdrijven in de naam van Jezus. Dat is wat God zegt.
Ik vind heel mooi te lezen. Ik kwam het daarna tegen. Ik dacht van, oh jammer dat ik dat niet heb gezegd toen. Maar ja, ik kan het vanavond zeggen. Dat is mooi als je hier bestaat. In 2 Korinthe 5 vers 18 tot en met 20. Daar staat het op een andere manier. Daar staat dat wij allemaal, want het is voor ons allemaal, de bediening van verzoening hebben gekregen. Als iemand zeg maar aan mij zou vragen, wat is mijn bediening? Wat is mijn bediening? Wat is mijn bediening? Ik weet niet of het een goede vraag zou zijn, maar goed. Wat is mijn bediening? Dan zeg ik van, weet je wat jouw bediening is? De bediening van verzoening. Want dat is wat 2 Korinthe 5 vers 18 zegt. Dat die aan ons allemaal is gegeven. God die heeft de wereld met zichzelf verzoend. Heeft ons met hem verzoend. De relatie is hersteld door Jezus Christus. En weet je welke bediening wij hebben gekregen? Om de wereld in te gaan en de mensen te vertellen. Door Jezus kan je relatie hebben met God. En kan je herstel vinden in je leven? Kan je genezing vinden in je leven? Kan je bevrijding vinden in je leven? Kan je bestemming vinden in je leven? Kan je kracht vinden in je leven? Kan je blijdschap vinden, vreugde vinden in je leven? Kan je in je leven vinden waarvoor je echt bestaat? Die bediening is ons allemaal gegeven. Weet u, dat is het familiebedrijf. Bediening van verzoening. Wauw. En de Bijbel zegt het nog op veel andere manieren. Weet je wat de Bijbel ook zegt? Wij zijn vredestichters. Onderdeel van je familiebedrijf. Waar doen wij in? Nou, wij doen in vrede. Daar waar ik kom, daar waar jij komt. Daar waar je buurman komt, je buurvrouw komt. Weet je, daar komt de vrede. Daar wordt de vrede van God zichtbaar. En de vrede van God, shalom, het Hebreeuwse woord shalom, dat spreekt van heelheid, dat spreekt van compleetheid, dat spreekt van voorspoed, dat spreekt van gezondheid, dat spreekt van geluk. Dus daar waar ik ga, komt er compleetheid. Daar komt er dus herstel. Daar waar ik ga, daar komt herstel. Daar waar ik ga, daar komt de voorspoed van God wordt zichtbaar. De gezondheid wordt zichtbaar. Het geluk van God wordt zichtbaar. De atmosfeer zal veranderen daar waar ik ga. Dat is het familiebedrijf. Want weet je, het is mooi dat we hier met elkaar zitten. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Want familie zijn en familiebedrijf zijn hoort bij elkaar. Die twee hebben met elkaar te maken. Hier gebeurt er iets wat je buiten nodig hebt. Maar het moet buiten gebeuren. Hier word je opgebouwd om buiten het werk te doen. Nou, ik ben er enthousiast over en misschien wordt u dat ook vanzelf. Actie, harde actie. Halleluja. We zijn vredestichters, zegt het woord van God. Weet je, het woord van God zegt in datzelfde stukje over die bediening der verzoening, dat we ambassadeurs van God zijn. En de ambassadeur is de vertegenwoordiger. Datgene wat de ambassadeur zegt, dat zegt hij namens degene door wie die gezonden is. Weet je, wij mogen Jezus vertegenwoordigen in de wereld waarin we wandelen. Of je nou op school wandelt, of je in je werk wandelt, in je buurt, op straat, in de winkel. Daar mogen wij ambassadeurs van Jezus zijn. Laten zien, laten horen wie Jezus is. Dat is familiebedrijf. Wij zijn zout der aarde, zegt de Bijbel. De Bijbel geeft er heel veel woorden aan, hè? Om ons dat besef, zeg maar, tussen de oren te krijgen wie we zijn, wat onze missie is, wat de bedoeling is van God voor ons leven. Zout der aarde, smaakmakers horen wij te zijn. Hé, hey, halleluja. Zout reinigt. En er is heel veel om te reinigen, zal ik maar zeggen. Er is heel veel vuiligheid. Nou, wij mogen zout zijn in deze wereld. Wij zijn licht in deze wereld, zegt de Bijbel. Dus daar waar wij gaan, daar hoort het licht van Christus door te breken. Daar hoort de duisternis te verdwijnen, omdat we als licht schijnen in deze wereld. En deze wereld die heeft zo hard het licht van Christus nodig. Er is zoveel duisternis. En dat we laten zien wie Jezus is. Dat is wie we zijn, dat is deel van ons familiebedrijf. Halleluja. En weet je, het is voor iedereen. Iedereen, ik heb het al gezegd, is onderdeel is, zou zeggen, werknemer tussen aanhalingstekens van dat familiebedrijf. Je kunt niet zeggen, ik ben wel lid van de familie, maar dat familiebedrijf, nee, dat laat ik een ander over. Nee, want iedereen werkt in het familiebedrijf.
Iedereen is onderdeel van dat familiebedrijf. Iedereen heeft een taak, heeft een klus te doen binnen dat familiebedrijf. Voor iedereen geldt de missie van het bedrijf. Ja. En natuurlijk is het zo, hè, dat zijn de inleidende schermutselingen voor vanavond. En het is een stukje herhaling van wat ik al lang heb verteld. Dat je erin moet groeien. Ik heb ook gezegd, laatst op zondag, je laat de baby niet los in de houtzagerij. Nee, niet zo verstandig. Dus mensen moeten groeien, mensen moeten opgebouwd worden, mensen moeten bemoedigd worden, mensen moeten herstel vinden in hun leven, mensen moeten genezing vinden in hun leven, mensen moeten de kracht van God leren kennen om steeds effectiever, steeds efficiënter te kunnen werken in het familiebedrijf. Om steeds meer de missie die we hebben met elkaar, om die ook door jouw leven heen tot vervulling te laten komen. God jou steeds meer en meer kan gebruiken. En die familie is de plaats van groei. En vandaar dat het zo belangrijk is dat je lid bent van een familie. Weet je, er zijn bedieningen, en eigenlijk snap ik dat niet zo goed, die losstaan van een gemeente. Volgens mij is dat niet goed. Waarom moet je verbinding hebben met een gemeente? Omdat dat je familie is. Daar word je opgebouwd, daar word je bemoedigd, daar leer je, daar word je gevoed. Dat is de plek waar je thuis hoort. En van daaruit, vanuit de familie, werk je in het bedrijf. Ja. Dat is wat het woord ons leert. Daar leer je God beter kennen. Wie je bent in Christus. De plaats die je hebt. Daarom is aan de gemeente, zegt het woord, daar ga ik het ook niet over hebben vanavond. Daarom is aan de gemeente zijn apostelen gegeven. Profeten, leraren, evangelisten en pastors. Waarom zijn die gegeven, zegt Efeze 4, vers 11. Waarom heeft de gemeente die nodig? Al die verschillende bedieningen. Weet je, om mensen op te laten groeien. Om mensen toe te rusten. Om mensen stof te geven, voeding te geven voor het werk van de bediening, zegt de Bijbel, zegt de Engelse vertaling. Ik weet niet of ik het opgeschreven heb, de Engelse vertaling. Even kijken. Equipping of the saints for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Want we hebben allemaal bediening, ja. En vaak met bediening denken we aan werk binnen deze vier muren. Maar dat is niet de bediening waar God het over heeft. Ja, sommige mensen hebben hier een taak te vervullen. Ja, moet ook gebeuren. Er zijn apostelen, er zijn profeten, er zijn leraars, en er zijn evangelisten, en er zijn herders. Die zijn nodig in de gemeente. Maar weet je, het is om ons toe te rusten, om ons op te richten, om ons te voeden, om datgene te kunnen doen wat wij moeten doen. Daarom is er de gemeente. Daarom zijn deze bedieningen er. Om het werk in het bedrijf op een goede manier te kunnen doen. Laat iemand zeggen familiebedrijf. En vandaag gaan we het hebben over drie aspecten binnen de bedrijfscultuur. We hebben de familiecultuur gehad en we gaan nu eens even kijken naar de bedrijfscultuur. Wat is nou de cultuur in ons familiebedrijf? En dat klinkt misschien een beetje technisch, maar u begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Wat zijn nou belangrijke waarden binnen dat familiebedrijf? Wat is belangrijk dat zichtbaar wordt binnen dat bedrijf aan cultuur? Hoe ziet dat eruit? En weet je, het zijn drie dingen die ik zeg maar kreeg voor vanavond. Ik weet niet of ik ze alle drie aan toe kom, en anders komt er de volgende keer wel weer, heb ik wel gemerkt inmiddels. U hebt het op Facebook gezien. De prachtige flyer die Sam weer gemaakt had. Weet iemand het nog? Passie. Ja, heel goed dus. Passie. Urgentie. Hey, die heeft dus de maker, hè, van de flyer. Kijk. Die gaat door voor de koelkast. Die had hij al. En groei. Door grenzen heen te breken. Door limieten heen te breken. Door het plafond te breken. Weet je, want soms, daar ga ik het aan het eind over hebben als ik aan toe kom, soms lijkt alsof je tegen het plafond zit, ook als gemeente. Hè? En hoe kom je nou door het plafond heen?
Wat moet er gebeuren om door dat plafond heen te komen? Nou, dat heeft ook iets te maken met hoe we in elkaar zitten, onze cultuur, die daaraan kan bijdragen. Maar wil het bedrijf floreren, wil het bedrijf succesvol zijn, dan begint het in ieder geval met passie. Dan moet er passie zijn in het bedrijf, dan moet er passie zijn in ons leven. Dan moeten we een gevoel van urgentie hebben. En dan is er ook groei nodig in het bedrijf. Dan is er ontwikkeling nodig in het bedrijf. Dan zal het bedrijf floreren. Dan zal het bedrijf succesvol zijn. Dan zullen we meer en meer slagen in de missie die God ons geeft. Want daar gaat het om. Weet u waar het om gaat? Is dat er buiten is er een wereld die hongert naar de openbaarwording van de Zonen Gods. Buiten is een wereld van mensen die verloren gaan. Van mensen die in ellende zitten. Van mensen die ziek zijn, die bezet zijn, die in de gevangenis zitten. En waarvan God zegt, ik wil ze vrijmaken. Ik wil ze genezen. Ik wil herstel brengen. Ik wil dat ze gered worden. Ik wil dat ze ook lid van de familie worden. Dat is waar God naar hongert. En weet je, wij zijn zijn lichaam. Wij moeten het doen. Hij wil ons ervoor gebruiken. Kan het niet zelf doen. Hij heeft ons nodig om het te doen. Dat is, dat moet floreren. Daarin moeten we succesvol zijn. En weet je, het is belangrijk dat we daar de tijd voor nemen. Om ernaar te kijken. En ik geloof echt, ik heb het al gezegd. Dat God spreekt tot de gemeente. Dat God spreekt tot onze harten. Omdat God iets wil doen in ons leven, door ons leven heen. In deze stad, in dit land. Dat er iets gaat gebeuren. Dit is de tijd. En daarom moeten we erbij stil zijn. Bij stilstaan, sorry. Ik merk ook dat er aanval op is. Weet u, kleine dingetjes. Ik ben me aan het voorbereiden. Gisteravond, dat is mijn tijd om de puntjes op de i te zetten. En weet je wat er dan gebeurt? Dan word ik gistermiddag gebeld dat ik gisteravond aan het werk moet. Een of andere spoedklus waarvan ik nog heb gezegd van ja, volgens mij is het echt onzin dat ik naar Harlingen ga. Maar ja, ik kon praten als brugband, maar Pieter moest naar Harlingen toe. Wegtijd. Weet je, dat is wat er gebeurt. Ik zie dat er weer ziekte is. Ik zie ziekte om me heen. Dat zie ik thuis gebeuren. Ik zie dat mijn eigen lichaam wordt aangevallen. Maar dat is wat ik merk. Ik zie, en het is geen verwijt. Ik zie wat ik zie gebeuren. Wat ik zie is dat we bij spreken vorige week met 2 keer zoveel mensen zaten. Dat is wat ik zie gebeuren. En ik zal niet zeggen dat je daaraan het belang van het woord zou moeten afmeten, maar het is wel een teken. Er is aanval op dit woord, omdat als we het woord pakken, als we dit gaan grijpen, weet je, dan gaat er wat gebeuren. Dan gaan we doorbreken, dan gaan we groeien, dan gaat het plafond gaat eraf. Dat is wat er gaat gebeuren. Dat is wat het woord van God gaat brengen. Halleluja. Ja, halleluja, kijk. Hé. Ja, word als de kinderen, zegt de Bijbel. Halleluja. En de vraag vanavond is aan ieder van ons. Weet je, ook aan mij. Ben je gepassioneerd? Is er nog passie in je hart? En waarvoor is die passie dan? Wat voor een passie is er in jou? Wat voor een passie is er in jou, Marjan? Hartstikke goed. Ja, maar we gaan het hebben, broer, en het is misschien goed om eerst te luisteren, over het begin met passie. Maar waar passie, waarvoor? Wat is er in je hart? Ja, heel goed, maar daar gaat het even niet over. Heb je passie? Is er passie in jou? Heb je een besef van urgentie? Of denk je van, mañana, morgen is er weer een dag. Dat is ook zo, denk ik, hè? En ik denk dat de volgende week ook nog wel is. Is er een besef van urgentie? En hoe zit het met groei? Wat moeten we doen om te groeien? Ik begin met passie. Weet je, het is mooi hè, ineens dat ik daarover na aan het denken was. Dat we jaarlijks tegenwoordig, we hadden het laatst in Leeuwarden, het is in Groningen geweest, de passion hebben. The passion of Christ. De passie van Jezus. Jezus was gepassioneerd.
Als er iemand was die vol van passie was, dan was het Jezus. En ik denk altijd, gelijk Jezus, zo ook ik. Hij is het voorbeeld, hè? Hij vol passie, oh, dat is de bedoeling dat ik ook vol passie ben. En waarvoor was Jezus nou vol van passie? Waar zegt passie iets over? Passie zegt iets over, wat wil je bereiken? Passie zegt iets over, wat voor een doel heb je in je leven? Passie zegt iets over de missie in je leven. Dat je daar vol van bent. Dat je daar enthousiast van bent. Dat je daar, wow, dat je daar alles voor wil doen. Dat je dat belangrijk vindt. Dat je dat bovenaan in je leven hebt staan. Dat is passie. En ik vind het zo bijzonder om te lezen. Slaat u met mij open, want het is misschien handig dat we vanavond ook iets met de Bijbel doen. Hebreeën 12, het gaat over de passie. Is er passie in je hart? Is er passie in je leven? En laten we vandaag eerlijk zijn tegen onszelf. Want bij sommige mensen is de passie wat geluwd. Is die wat meer naar de achtergrond verschoven. En God wil vanavond de passie in ons hart aanwakkeren. God wil je wakker schudden. God wil je opporren. God wil je losmaken. God wil je, kom op, en geven. Passie. Mooi, hè? Wat zei ik? Hebreeën 12, zei ik volgens mij, hè? Wel, nu dan. Ik begin gewoon bij 1 te lezen. Ik moet volgens mij bij 2 zijn, maar dat ga ik vanzelf ontdekken. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en alle zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Die volharding, ook dat hoort bij passie, hè? Dat we de volharding hebben. Dat we doorzetten, dat we doorgaan. Omdat we vol zijn van die race. Omdat we vol zijn van het doel wat we willen behalen. Dat is passie. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. En dan komt hij. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Weet je, wat hield Jezus op de been? Wat bracht hem door alles heen? Dat is de vreugde die hij voor zich zag, wat hij zou gaan bewerkstelligen. Wat hij zou gaan bewerken. Wat het volbrachte werk, wat hij zou volbrengen, wat dat teweeg zou gaan brengen. Die vreugde, uw redding, uw genezing, mijn genezing, uw bevrijding, uw herstel, uw geluk in uw leven. Dat was zijn vreugde. En daarom ging hij door alles heen. Want dat is wat hij voor ogen had. Dat was zijn passie. En daarom deed hij wat hij moest doen. Daarom verdroeg hij wat hem op zijn pad kwam. Het kruis verdragen, de schande veracht. Weet je, misschien krijg je dat ook wel in jouw leven. Dat er boe en ba over je wordt gesproken. Dat ze rare dingen over je zeggen. Je belachelijk maken. Maar weet je, Jezus werd ook belachelijk gemaakt. Jezus werd veracht. Maar het was een vreugde. Want hij hield het ogen gericht op het doel wat hij zou gaan bereiken. Ja, zo is het, vriend. Jezus was vol van passie. Want hij hield voor ogen datgene waarvoor hij bestemd was. De missie voor zijn leven. Dat is Jezus. Een man vol van passie. En weet je, we zien het. Laat je niet afleiden door Boris. Hij is een fantastisch leuk ventje. Maar laat je niet afleiden door hem. God is aan het spreken. Ja. En weet je, we zien in de Bijbel. En je kunt heel veel namen nemen. Allemaal mannen, vrouwen vol van passie. Paulus, een man van passie. Als we lezen, ik ga het heel snel doen. Ja, hi vriend. Filippenzen 3. Laat iemand zeggen passie. U bent stil. Ik weet niet hoe het komt. Misschien ligt het aan mij. Passie. Schud je buurman eens even wakker en zeg, ben je ook vol van passie?
ben je ook vol van passie, hè? Ja, ja. Jij bent een man van passie, hè? Ja. Die ogen, jongen, die stralen vuur, hè? Fantastisch. Ja, je bent een prachtig manneke. Dan laat ik mij door jou afleiden. Ik lees eventjes een stukje gewoon van Filippenzen 3. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dat is iemand die enthousiast is. Verblijd je in de Heere. Verblijd je in de Heere. Er is ons zoveel om in te verblijden in God. Dezelfde dingen. Aan u te schrijven is mij niet ongenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Wauw, wat is ons gegeven? Hoeveel reden heb ik, hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Want ik ben besneden op de achtste dag. Uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft, een Farizeeër. Wat erven betreft, een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Paulus die zegt, ik ben het allemaal. Wauw, ik ben een superjood. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid wat het Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Paulus heeft dat ontdekt en hij is er enthousiast over. Opdat ik hem mag kennen. Weet je, hoe geweldig is het om Jezus te mogen kennen? En weet je, ik heb wel eens vaker gezegd, hè, naarmate ik langer in de Bijbel lees, dan laat ik meer in de Bijbel lees. Hoe meer ik zeg maar, nou ja, spreek en doe en ontdek, hoe minder ik denk van God te weten. Ik leer meer. En ik weet steeds minder. Dat is het gevoel. Omdat ik ontdek dat hij zoveel groter is dan ik ooit heb gedacht. Zoveel krachtiger is. Zoveel groter is. Zoveel mooier is. Zoveel fantastischer is. Dat is wat ik ontdek. En dat is wat Paulus heeft ontdekt. En Paulus nog veel meer dan ik. En ik ben al enthousiast. Nou, hoe enthousiast moet Paulus zijn geweest? Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Als we zouden gaan ontdekken wat het volbrachte werk van Jezus betekent. Voor ons leven, maar ook door ons leven heen. Wat voor machtig instrument wij in de hand van God zijn. Weet je, ik besef nog niet half. En daar baal ik soms zo van. Dat opstandingskracht in mij is. Weet je, soms denk ik wel eens, Pietje Puk, word nou eens wakker. Ik heb tegenover mij iemand zitten, elke dag. En daar ga ik straks ook iets van zeggen, besef ik nu, hè. Als ik nu dit ga zeggen, denk ik van, ja Pieter, daar ga je straks nog iets van zeggen en dat betekent iets voor je. Dat is wat cryptisch voor u, maar u gaat het nog ontdekken. Ik heb elke dag tegenover mij zitten een collega. Officier van justitie, Jolanda heet ze. Nou, is niet aai, daar kan zij ook niks aan doen. Ja. En er schiet net dat liedje erbinnen van, hoe heet dat nou? Zelfs je naam is mooi, mooier dan die van iedereen die dezelfde naam heeft. Dat is mijn Jolanda, hè? Ook al heet zij Jolanda, mijn Jolanda heeft toch een mooiere naam. Hè? Nee, niet van Nick en Simon, man. Die hebben het vast gecoverd of zo. Nee, dit is van Henny Westbroek volgens mij. Henk Westbroek. Ja. Zit tegenover mij, Jolanda. En Jolanda, ik ben er niet zo lang geleden achtergekomen, hoewel ze al lang van mij een collega is, maar heb ik nooit gehoord. Maar ze zit nu tegenover mij. Jolanda heeft een nierziekte. En dat heeft ze al jarenlang. En weet je wat die nierziekte doet? De capaciteit zeg maar, van haar nier, langzaam maar zeker afbreken. En haar niercapaciteit zit nu
na jaren en jaren op 10%. En dat betekent dat ze aan de prednison is. Dat betekent dat ze aan allerlei andere rotzooi is. Dat betekent een aanslag op je energie, op wat je kunt, op wat je mag. Op de hele bliksemse bende in je leven. Ik wist niet dat je nieren zo belangrijk waren. Het is vandaag de dag om een dansje te maken voor je gezonde nieren. Hey, dat je denkt van yes, 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 mijn nieren doen het zo goed. Hoi. Dank u, Heer. Maar weet je, zij komt dan terug van de arts. En dan krijgt ze weer de volgende uitslag. En het afgelopen, wij zitten nu bij elkaar zo'n, weet ik veel, jaar, anderhalf jaar op de kamer. Hoor ik het achteruit gaan. Intussen, want dat kan niet eeuwig doorgaan, hè, want heb je nieren wel nodig. Is ze bezig met het proces van de niertransplantatie. Nou, je kunt niet op de wachtlijst. Als je niet aan de nierdialyse bent, dat kan pas als je gedialyseerd wordt, dan kan je op de wachtlijst. Dus de transplantatie is afhankelijk van een donor die je vindt. En de eerste die in aanmerking kwam, en die door de molen is gegaan, was haar moeder. Eindresultaat gewogen, te licht bevonden. Op een hele vervelende, slordige manier, maar goed, dat was wel het eindresultaat. Toen kwam haar zus. 3 keer raaien. Gewogen, te licht bevonden. Vorige week. En weet je wat ik dan doe? Thuis bid ik voor Jolanda. En weet je wat wel op zich een lichtpuntje was? De dalende lijn, die was ineens, tot haar eigen verbazing, gestopt. Bleef op 10% hangen. Maar wanneer komt het moment dat Pieter tegen Jolanda zegt, weet je, ik geloof in een God die geneest. En mag ik gewoon voor je bidden. Want de kracht die in mij is, weet je, dat is de opstandingskracht van God. De kracht waarmee God Jezus uit de doden heeft doen opstaan. De kracht die dood overwint, die elke ziekte overwint. En weet je, die kracht, zegt het woord van God, is in mij. Die kracht is in jou. Nee. En wanneer gaan we hem gebruiken? Dan kunnen ze thuis niet horen, maar wanneer gaan we het gebruiken? Weet je, er is nog zoveel te ontdekken. En Paulus was vol van passie. Paulus was vol van enthousiasme. Want weet je wat hij ontdekt had? Dat die kracht van God in hem was. Dat die autoriteit van God in zijn leven was. Weet je wat hij had ontdekt? Dat hij in Christus meer dan overwinnaar was. En hij ging door strijd in. Hij ging door schipbreuk in. Hij ging door geestelingen heen. Hij ging door weet ik veel wat voor een steniging ging die heen. Maar hij viel en stond weer op in Christus. En hij bleef enthousiast. Want weet je, hij hield zijn ogen gericht op het doel. Hij wist waarvoor hij er was. En dat was zijn passie. Daarom kon hij doorgaan. Daarom kon hij als hij viel gewoon weer opstaan en doorgaan. Ik bedoel, de rechtvaardige die zal misschien 7 keer vallen, maar hij zal elke keer weer opstaan. Maar weet je, wanneer je alleen opstaat, als de passie in je lijf is, als de passie in je hart is, als je een doel in je leven hebt, als je zegt, maar ja, dat laat ik nooit los. Want daarvoor ben ik op aarde, om Jezus te dienen met alles wat in mij is. En het zal het nooit loslaten, wat er ook in mijn leven gebeurt. Weet je, dat is de passie waar God naar verlangt in ons leven. Dat is wat hij in ons leven wil bewerkstelligen, dat hij wat in ons leven wil leggen. Weet je, sommigen zijn vol van passie over eten. Pastor heeft ook een klein stukje van hè? En die doet het op zijn papje, mensen kan het niet nadoen. Nee, maar dat vindt pastor leuk, hè? Pastor is gezellig eten. Maar zijn eerste passie is Jezus. Als er iets evident is in zijn leven, is de passie voor God, hè? En weet je wat je hem ziet doen? Weet je wat je pastora ziet doen? Alles geven in hun leven. Ik heb hier wel eens vaker gezegd, maar ik moet het blijven herhalen. Zij geven alles in hun leven. Waarom ziet dit gebouw eruit zoals het eruit ziet? Omdat we met elkaar de schouders eronder hebben gezet. Maar weet je, een belangrijk deel van hun verhaal is ook omdat zij de schouders eronder hebben gezet. Niet alleen fysiek, maar ook financieel. U wilt het niet weten. En weet je hoe dat komt? Weet je waarom zij het wel doen en ik het niet doe? Niet dat ik niks heb gedaan hoor.
Er is geen oordeel voor wie in Christus is. U kent dat verhaal, genade. Genade met broeder Pieter. Genade met broeder Pieter. Schud je buurman aan. Genade met broeder Pieter. Hé, hey, genade met broeder Pieter. Maar weet je, dat is de passie in hun leven. Zij leven voor Jezus. En ze geven er alles voor. Ze geven hun tijd, ze geven hun leven, ze geven hun geld, ze geven alles. Passie! Woe! Weet je, sommigen zijn gepassioneerd over eten. En Jolanda en ik, en natuurlijk Suzanne, aangedreven door Suzanne, dat is dus het aanstichtste van dit alles, die moeten natuurlijk tegenwoordig altijd naar Masterchef Australië kijken. Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Maar wat zie je daar? En dat is een les ook voor ons, hè? Grappig is, zeg maar, dat soort tv, hè, gaat helemaal niet over God, maar je kunt er heel veel van leren. Want die mensen zijn gepassioneerd over eten. En wat doen ze? Ze geven er alles voor op. Ze zeggen, ik ben altijd tandarts geweest. Ze zeggen, ja, ik werk misschien bij de supermarkt. Ze zeggen, ik ben, weet ik veel wat, officier van justitie. Die hebben ze nog niet gehad, hè? Dat zijn normale mensen. Maar weet je, ze zijn gepassioneerd over eten. En wat zie je gebeuren? Ze stappen in dit verhaal. En naarmate de weken vorderen en het meer en meer gevoed wordt en ze er meer en meer mee bezig zijn, ze nog meer op gefocust raken, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan ze dingen doen die ze zelf van tevoren nooit hadden gedacht van zichzelf. Dan komen er eens gerechten op tafel en ze denken, hé, heb ik dat gedaan? Dat is wat passie doet. Passie brengt je voorbij je eigen grenzen. Passie brengt je verder dan jezelf ooit gedacht had te kunnen komen. Passie doet je groeien. Passie doet je in beweging zetten. Dat is wat passie doet. En weet je, dan kan wel eens jaloers zijn op mensen die dat soort passie aan het daglicht brengen. En dan denk ik, waar is de passie in de kerk van Christus? Woe! Ik denk wel eens, hoe belachelijk zijn wij met elkaar? En de voorbeelden zijn zo vaak gegeven. Hè? Als er een concert is. Een concert in de wereld is. Hè? Dan staan ze te dringen voor de deur. Dan staan ze te gillen voor de deur. Pling! Als weet ik veel wat. Hillsong naar Nederland komt. Jesus Culture of ik ken ze allemaal niet. Weet je, dan stappen we in de auto, hè? En dan gaan we en dan betalen we 20, 25 euro, weet ik veel wat het kost, hè? En dan gaan we met z'n allen naartoe. Althans, een klein clubje gaat er dan naartoe. Want die vinden dat mooi, hè? En we zijn enthousiast. En we zorgen dat we op tijd zijn, want we willen niks missen. En de wereld is enthousiast over al die gekken die daar op die podia staan. En dan denk ik, waar zijn we als christenen nou enthousiast over? Wij komen hier iedere zondag binnen, alsof we gewoon naar... Ik overdrijf een beetje, dat snapt u wel. Dat bent u niet, dat zijn die mensen die er niet zijn. Maar wij komen soms binnen alsof we naar de supermarkt gaan. Hoezeer zijn we voorbereid? Hoezeer verwachten wij? En het kan voor ons allemaal verschil zijn. Let wel, dit is geen aanklacht. Dit is geen aanklacht. Dit is geen verwijt. Het is de vraag, wat is er in je leven? Waar ben jij enthousiast over? Maar weet je, dan denk ik van heb je hier, als je hier komt, hè, de verwachting, God gaat tot mij spreken vanochtend. Wauw! Hé, hey, God gaat spreken. Ik krijg een woord van God. Hij is hier en hij gaat spreken vandaag. Oh, wat zou die hebben voor mij vandaag? Want weet je, dat is wat ik geloof. Als je met dat hart komt, dan gaat God tot je spreken. In de prediking zit voor iedereen een woord. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar is dat ook waar je op staat? Is dat waar je zender op af is gestemd? Is dat waar je mee bezig bent? Als je een lofprijs en een bidding bent. Soms denk ik wel eens, waarom komen mensen te laat voor de lofprijs en een bidding? Geen verwijt. Maar die missen iets. Weet je, want dan staan we te jubelen en te juichen voor de Heer. Dan sta je te verheugen in God. En weet je wat je gaat doen als je verheugt in God? Weet je, dan gaat er iets van je afvallen in je leven.
Dan komt er vrede in je leven. Weet je wat we geleerd hebben afgelopen zondag? Dan gaan die ellendige stemmetjes in jouw leven. Van die stem van teleurstelling, van angst, van ontevredenheid, van ikke. Die stem van analyse, van meer willen weten. Weet je, die stemmen gaan verstommen. En dan komt de stem van God in je leven. Weet je hoe je passie krijgt in je leven? Een van de wegen is, verheug je in God. Ga je verheugen in God. Ga elke ochtend als je opstaat. Ik ga misschien straks nog wel lezen. Ga verklaren over je leven. Hoe ziet jouw leven eruit? Wat is het woord wat je tot jezelf spreekt? Elke dag. Weet je wat je als je opstaat? En ik spreek ook tot mezelf. Ik ben geen haar beter dan u. Het gaat niet om beter, om minder, om groter, om kleiner. Daar gaat het niet over vanavond. Maar weet je, ik merk het ook aan mezelf. Als ik opsta, met welke verwachting sta ik op als ik mijn bed uitstap? Weet je, ik vind dat het altijd te vroeg is. En ik vind het zo oneerlijk dat ik opsta en dan ligt Suzanne nog in de bed. En dan ligt Jolanda ook nog in de bed. En ik denk dat Sam en Marijke ook nog in... Marijke niet, Sam wel. Grapje. Weet je, zo sta ik dan op. En voor je het weet ben ik een sielepiet. Wat een onzin. En wat is mijn verwachting voor de dag? Wat ik ook te doen heb. Is dat Jezus te ontmoeten? Is dat een kanaal te zijn van zijn woord? En van zijn vreugde en van zijn enthousiasme? Een zegen te zijn in deze wereld? De wereld te veranderen om me heen? Is dat wat ik verwacht vandaag? Wat spreek je tot jezelf? Weet je, je kunt eraan zien of er passie is in je leven. Of er nog ruimte is voor groei van passie in je leven. Is er nog een stukje in je hart waarvan je zegt, daar kan nog wel een stukje passie in. Ja, nou, ik had nog ook geschreven, de honkbal van Sam, die laat ik gewoon voorbij gaan. Ook passie. Maar Marijke. Ik hou zoveel van ze. Maar de vraag is, zijn wij gepassioneerd over Jezus? En dat is een serieuze vraag. Want hoe meer gepassioneerd we zijn, dan gaan er dingen gebeuren in je leven. Dan gaan er dingen in je leven gebeuren, maar dan gaan er ook dingen in de gemeente gebeuren. Dan gaan er dingen door de gemeente heen gebeuren. De passie in dit huis zal mensen trekken. Datzelfde geldt voor die familiecultuur, hè? Ik hou van je. Ik ben zo blij met je. Robert, hoor je het? Hé, je hoort er helemaal bij, hè? Weet je, dat we dat tegen elkaar zeggen. Heb je het al gezegd vandaag tegen iemand? Nee, hè? Kan je straks weer oefenen. Als je straks naar de koffie gaat, dan huk je eens even met iemand. Zeg, ik ben blij dat je er bent. Ik ben hartstikke blij met je. En ik hou van je. Weet je, dat is in het huis van God. Dat is wat de mensen trekt, want dat is wat ze nodig hebben. Dat ze zien de passie in ons leven. Dat ook als het tegen zit, dat we niet loslaten, want we weten waarvoor we het doen. En daar zijn we enthousiast over. Weet je, ik kon me gisteravond niet voorbereiden. Ai. Ik dacht, hoe komt dat goed? Maar ik heb tegen God gezegd, God geef me tijd. Nou, en ik heb genoeg tijd gekregen. Nou, dan stond ik hier weer. En ik ben er niet minder enthousiast over geworden. Zijn wij gepassioneerd over zeg maar de familiebedrijfskant in ons leven? Zijn we gepassioneerd over de missie die we met elkaar hebben? Weet je, want wat ik zie, ook in mijn eigen leven, is dat ik zoveel met mezelf bezig ben. Want ja, mooi pak. Yes, dank u wel. Nieuwe schoenen, ook heel mooi. Suzanne vindt ze niet mooi, maar... Laatst begon een collega over, die wist niet dat ik Gespa aan mijn schoenen had. Die begon een of andere rare opmerking over Gespa schoenen. Toen deed ik met mijn voet boven tafel, zeg ik... Ze sloeg wat rood uit. Maar weet je... Ik zie, dat vind ik zelf in ieder geval, goed eruit... Het is moeilijk bescheiden te blijven als je zo goed bent als ik. Ja, ik snap het. Weet je, ik ben bevoorrecht. Zo voel ik het ook, hè.
Dat ik vanavond het woord van God mag brengen. Ja, dat ik vaker het woord van God mag brengen. Ik ben bevoorrecht, ja. Maar weet je, waar is het voor bedoeld? Ja, het is ook bedoeld dat je zelf herstel vindt, dat je zelf groeit, dat je verder komt in je leven, dat jouw barrières geslecht worden, dat die bergen, dat die hamer als die rotsen zeg maar vermorselt, dat woord van God. Ja, natuurlijk is dat bedoeling in jouw leven. Ja, 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 ja. Ja. Maar we zijn zoveel bezig met onszelf. We zijn zoveel bezig met onszelf. Weet je, en je hoeft niet perfect te zijn om door God gebruikt te worden. Nee. Ik heb het wel gedacht. Maar dat was zo'n foute gedachte. Nee. Is dat ons hart? Heer, gebruik mij vandaag. Ik wil gewoon tot zegen zijn van mijn collega's. Van weet ik wie ik tegenkom. In het verkeer een zegen te zijn. Weet je waar ik mezelf in oefen? En daar heb ik oefening voor nodig. Mensen gewoon voor te laten gaan in het verkeer. Ben ik niet heel sterk in? Dan wil iemand invoegen, denk ik van, nou, dat kan net niet volgens mij. Ja, want soms heb ik ook haast. Weet je, dat hè? Gewoon niet bezig te zijn met jezelf, maar bezig zijn met een ander. Weet je, liefde zoekt zijn eigen belang niet. Liefde zoekt het belang van de ander. Hoeveel liefde is er in ons leven? Weet je, er is nog zoveel ruimte voor meer liefde in mijn leven. En ik bid God elke dag hier meer liefde in mijn leven. Want dat is wat ik wil. Ik wil zijn zoals Jezus. En Jezus was een gever, een gever, een gever. En waarom kon hij geven? Omdat hij vol van passie was. Hij gaf me een doel. Hij wist waarvoor het was. Nou, die passie ook in ons leven mag zijn. Onze missie, de wereld winnen voor Jezus. Hé? Hey? Is er nog een wereld te winnen? Dat gekke openbaar ministerie, jongen, dat zijn allemaal heidenen. Nou, niet allemaal hoor, valt mee. Maar wel heel veel. Is er een wereld te winnen? En niet dat ik daar het evangelie moet verkondigen, maar Pieter, wat doe jij binnen het openbaar ministerie? Wat doe jij op jouw werk? Hoe kunnen mensen zien dat jij een man, een vrouw van passie bent? Hé, waar zien ze het aan? Waar horen ze het aan? Waar merken ze het aan? Wat is je... Nou, dat hè. Ook hier in de gemeente. Weet je wat passie ook voor elkaar. Ik hou van je. Ik ben blij met je. Wat had ik nog opgeschreven? Oh ja, ik zou iets over Stefan zeggen. He, die wereld, ja, dat had ik hem beloofd. Eigenlijk zou ik met een grap beginnen van Stefan. Stefan had namelijk een grap, maar dan moet eerst de opname gestopt worden. Ik doe dat na de opname, dan komt de grap. Ik zou het aan het begin doen met een grap, die is speciaal voor Louise. Louisa. Ja. Stefan, een grap over jou. Na de opnames. Maar die wereld winnen voor Jezus. Hè? En weet je wat we al heel gauw denken? Dan denken we aan die mafkezen zoals Stefan. Ja, nee. Maar de mafkezen is een positief woord in dit geval. Want maf betekent dat je anders bent dan anders. I rest my case. Bij ons in het vak zeggen ze feiten van algemene bekendheid behoeven geen bewijs. Goed. Maar Steven is een evangelist. Voor degene die het nog niet wisten, Steven is een evangelist. Hoef je geen profeet voor te zijn. Moet gewoon naar hem kijken, dan zie je dat. Maar weet je, dat is zijn passie, de wereld winnen voor Jezus. En weet je wat hij dan doet? Omdat hij zo vol van passie is. Weet je, dan gaat hij werken. Weet je waarom? Om geld te verdienen. En wat gaat hij met het geld doen? Gaat hij tickets kopen naar Afrika. Want weet je, er is nog een wereld te winnen voor Jezus. En dan gaat hij naar vrienden in Afrika toe. En dan zegt hij, dan gaat hij straks spreken voor 20.000, 30.000 man. Voor 50.000 man. Ik verklaar, voor 100.000 man. Weet je wat er gaat gebeuren? Er zullen mensen, massa's mensen tot bekering komen. Hij zal wonderen en tekenen zien. Hij zal mensen uit de doden zien opstaan. Weet je, dat gaat er gebeuren. Weet je waarom? Omdat hij vol van passie is. En dan kan God stromen. Dan kan God bewegen. Dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat het plafond eraf. Dan schiet hij door het dak heen. Halleluja. Passie. En dan kan je zeggen, ja, maar dat is een evangelist.
Ja, dat zeg ik ook. Dat is een evangelist. Maar weet je, ik heb ook zo'n droom van een stadion. Ja. Nee, maar weet je, die passie voor die wereld te winnen is niet de passie van de evangelist. Dat is de passie van de christen. En wij hoeven misschien niet naar Afrika toe, nee. Maar hoe is het met je buurman? Hoe is het met je collega? Hoe is het met de man op straat die je tegenkomt? Ik heb wel eens vaker verteld. Weet je, ik raak helemaal de weg kwijt zometeen. Ik heb wel eens vaker verteld. Weet je, ik kan mij zo herinneren. Dat is wat mij weer bovenpopt. Ik was in Istanbul. Ik ben voor mijn werk nog wel eens op plekken in de wereld geweest. Fantastisch. En ik was in Istanbul. Hoef je trouwens niet voor naar Istanbul toe. Dat kan je ook gewoon in Groningen doen. Ik was in Istanbul en daar zie je heel veel kreupele mensen op straat. En telkens als ik die mensen zie, dan dacht ik, ik zou voor ze moeten bidden. En wat deed Pieter van Rest? Dat vind ik zo jammer dat jij dat nou weer denkt, zuster. Zo jammer. Dan zegt zij niks. Dat heeft ze wel gelijk in, maar dat je dat nou zegt, dat je dat nou denkt, dat je daar dan om gaat lachen. Lekker niks. Nou, fijne zuster. Maar ze had wel gelijk. Ja, Pieter deed niks namelijk. En weet je, kom ze ook in Groningen tegen. En wat doen we dan? En weet je, dan kun je lekker vroom doen, hè? Dat kan ik ook heel goed. Althans, ja, dat lukt me trouwens niet heel erg, moet ik zeggen. Kan je lekker vroom doen en dan zeg je van, ja, maar God heeft niks tegen mij gezegd dat ik voor die persoon moest gaan bidden. Vrome saus. Spoel je het zo weg en dan ga je gewoon door waar je mee bezig was. Ja. Maar weet je wat het woord van God zegt? Op zieken zullen handen leggen, zullen genezen. Wat heb je nodig? Ja, over je angst heen te stappen. Over je twijfel heen te stappen. Wat zullen ze van me denken? En wat nu als het niet gebeurt? Ja. Weet je, en wat weet je wat dan gebeurt? Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Daar gebeurt er dus niks. Waar is die passie? Waar is die passie, jongens? Waar is die passie? Waar is de passie in mijn leven? Halleluja. Weet je, de Bijbel spreekt, hoe lang ben ik bezig? Oh, nog heel kort. Ik ben net begonnen. De Bijbel spreekt, ik ga mijn jasje erbij uitdoen trouwens. De Bijbel spreekt van in Openbaringen dat mensen hun eerste liefde kwijt waren. Openbaringen 3, zegt Tjeerd Peter, dankjewel. Zou ik ook gegokt hebben. En niet dat jij het gokt hoor, maar ik zou het gegokt hebben. Voor sommige mensen geldt, ze zijn hun eerste liefde kwijtgeraakt. En wat ga je daaraan doen? Ik kan me herinneren, ook dat heb ik wel eens vaker verteld, maar soms moet je dingen maar kennelijk herhalen. Ik kan me herinneren toen ik tot bekering kwam. Ik weet dat ik was bij mijn ouders, het was in de tijd voor mij van overspannenheid. Ik was bij mijn ouders in Zwolle in huis. Ik kwam daar in bekering, in de kerk waar ik ook getrouwd ben. Helemaal niet relevant, maar goed, ik krijg een cadeau. En ik heb s'avonds niet kunnen slapen van, ja, ik vind het Engelse woord is dat het mooiste, van excitement, van opwinding, van enthousiasme, van wauw. De blijdschap die kwam uit mijn poriën. Ik was zo enthousiast, ik was zo. Weet je, dat was mijn eerste liefde, dat was mijn ontmoeting met Jezus. En wat is ermee gebeurd? Zelf dat ik nog redelijk enthousiast ben. Ik krijg wel eens het verwijt van die Pieter, die moet eens wat rustiger aan doen. En dan kom ik in andere kerken, dan spreek je in andere kerken. Zo'n druk manneke, hè? En dan denk ik, ben ik 54 en er zit al het andere volk, er zit maar te zitten en te zitten. Ja, zo is dat. Weet je, maar sommige mensen zijn hun eerste liefde kwijtgeraakt. Wat is er gebeurd in je leven? En weet je, er is teleurstelling gekomen. Er zijn dingen gebeurd waarvan je gedacht hebt dat ze nooit zouden gebeuren. Je bent je vertrouwen misschien kwijtgeraakt, omdat God niet heeft gedaan wat je wel had verwacht. Omdat er dingen zijn gebeurd die naar je beleving misschien wel heeft toegelaten. Waar je denkt, hoe kan het nou? Nee, mensen die dood zijn gegaan. Wat is er gebeurd?
en zo, goed zo, sla hem op tafel, dat is het, dat is het. En zo zijn mensen hun eerste liefde kwijtgeraakt. God een beetje kwijtgeraakt, het enthousiasme een beetje kwijtgeraakt. En weet je wat het dan tijd is om te doen? Om stil te worden. Om stil te worden en te gaan zitten. Heer, waar ben ik mijn eerste liefde kwijtgeraakt? Wat is er gebeurd onderweg? Om te gaan ontdekken waar het mis is gegaan. Weet je, hij leeft in je. Hij weet het precies wat er gebeurd is. Maar neem de tijd om stil te gaan staan. Om stil te gaan zitten. Om te luisteren naar de geest van God. Heer, wat is er gebeurd in mijn leven? Want ik wil terug naar mijn eerste liefde. Ik wil terug naar het enthousiasme wat ik had toen ik net tot bekering kwam. Ik wil dat de passie, dat het vuur in mijn leven aanwakkert. En dat ik er vol van ben. Maar Heer, wat is er onderweg gebeurd? En sommige mensen weten het al lang. En weet je, misschien moet je er iets mee gaan doen. Misschien moet je mensen vergeven. Ik weet niet wat je moet doen. Misschien moet je jezelf vergeven. Misschien moet je jezelf in de kraag pakken. Sommige mensen kunnen helemaal opgaan in verdriet. Weet je wat het tijd om jezelf in de kraag te pakken en te zeggen, het is voorbij, het is over. Paulus zegt, we hebben het gelezen. Ik weet niet of het ook gelezen, hoe ben ik zo ver niet gekomen? Oh nee, dat heb ik volgens mij opgehouden gewoon. Maar dat geeft niet. Maar één ding doe ik. Vers 14, Filippenzen 3. Vergetend wat achter mij is. Mij uitstrekkend naar wat voor is. Jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. En die prijs waar Paulus het over heeft is het kennen van Jezus. In alles wat je doet. In je moeite Jezus te kennen. In je pijn Jezus te kennen. Dat je weet, hij is mijn genezer. Hij is mijn bemoediger. Hij is mijn opbouwer. Hij is mijn vrede. Hij is mijn kracht. Hij is mijn sterkte. Hij helpt mij erdoor. Ik ben nooit alleen. Niets kan mij scheiden van zijn liefde. Dat is hem te kennen. Weet je, dat is wat Paulus zegt. Ik vergeet wat achter mij is. Weet je, het verleden kun je niet overdoen. Laat het je niet terughouden. Laat het je niet afhouden van het doel wat God met je leven heeft. Van het doel wat God met de gemeente heeft. Hou op met kniezen. Oh, broeder zei het echt. Ja. Weet je, er is tijd voor verdriet. Ja. Verdriet hoort ook bij het leven. Hè? Er is tijd voor het verdriet, maar er is ook een tijd om er een punt achter te zetten. En te zeggen, ik ga door. Ja, sommige mensen kunnen verzwelgen in verdriet. Ik ben actief geweest binnen de ouders van een overleden kind, omdat Kim overleed. En ik heb mensen zien verzwelgen in verdriet. Jaren en jaren en jaren en jaren van hun leven kapot zien gaan, omdat ze verzwolgen in het verdriet. En weet je, wij dienen een God die geneest en die heelt. De wonden die in je leven geslagen zijn, en daar moet je dan naartoe. Je moet bij Jezus zijn en te kijken, wat ligt er voor me? In plaats van, wat heb ik verloren en wat ligt er achter mij? Wat ligt er voor me? Een hoopvolle toekomst, zegt God. Dat ligt er voor je. God wil je op een machtige wijze gebruiken. Ik vind het zo mooi, in Psalm 92 is het volgens mij, voor de ouderen onder ons, en ik ben het nog lang niet. Dat we fris en groen zullen zijn, Sam van Rest. Dat we fris en groen zullen zijn. In onze ouderdom en vrucht zullen dragen. God houdt niet op door je te werken. Of je nou jong bent of oud bent, dat is het woord van God. Waar is je passie en zegt, hoe oud ik ook ben, ik zal vrucht dragen. Ik zal groen zijn, ik zal bloeien, ik zal groeien, ik zal leven geven. Dat is wie ik ben. Dat is mijn passie. Heer, u bent mijn passie. Woe! Ja, woe. Ga weer passie krijgen. Ik zei al, een van de remedies is, je moet niet alleen stil gaan zitten als je denkt van, hé, waar is het onderweg misgegaan, om te ontdekken met God waar het is misgegaan en ermee af te rekenen samen met God. Maar sommige mensen moeten zich gewoon weer, en het ligt in elkaars verlengde, gaan verheugen in God. Ga je verheugen in God. Begin de dag met te jubelen en te juichen, hoe groot hij is, hoe goed hij is. En ja, ik weet ook wel. Ik heb het ook meegemaakt. Zeker, ik loop er ook wel eens tegenaan dat het een dag tegen zit.
En dat ik geen zin heb om op te staan. En dat ik loop te mopperen en te zeuren en te jammeren. En weet je, ik probeer zo rond de klok van 6:30 sta ik dan op. Hè, en dan ga ik naar beneden toe en dan heb ik tijd met God. En mijn manier van bidden is heen en weer lopen. Hier is de televisie en dan loop ik zo heen en weer. Zo loop ik heen en weer. En weet je, en dan begin ik te bidden. En dan begin ik een beetje van dat slappe halve gedoe. Hè. Dan zeg ik goedemorgen. Goedemorgen. En dan gaan er allerlei gedachten gaan er door mijn hoofd. Hè. Van mijn werk en van vooral over u natuurlijk ook. Hè, al die acht man. En hartstikke moe word ik daarvan. En zo loop ik een beetje te bidden. Hè. En weet je, dan komt er eigenlijk altijd een moment. Waar ik eigenlijk mezelf in mijn kraag grijp en zeg van nou, nu ga ik God prijzen. Weet je, dan ga ik God loven. En dan ga ik zeggen hoe groot hij is en hoe goed hij is. Hoe blij ik met hem ben. En dat ik zo enthousiast over hem ben. How great is my God. En dan roep ik 10 keer achter elkaar. How great is my God. How great is my God. How great is my God. Weet je, dan word je er zelf ook nog enthousiast van. How great is my God. How great is my God. How great is my God. My God is so great. Hallelujah. How great is my God. Weet je, en dan gebeurt er iets in je leven. Want dan ga je verheugen in God. En dan komt die vreugde van God, die komt in je leven. En dan gaat het stromen, dan gaat het vloeien. Dan komt het leven weer in je. Dan komt de passie weer in je. Dan komt de enthousiasme weer in je. En dan denk je, nu kan ik de dag aan. En weet je, dan komt u op mijn hart. En dan ga ik voor u bidden. Niet altijd hoor, maar soms wel. Niet allemaal natuurlijk, hè, want dat heb je allemaal niet nodig. Maar sommigen hebben het heel hard nodig. Nou, daar ga ik voor bidden dan. Maar weet je, dat is wat er dan gebeurt. Dan gaat God spreken. Dan gaat door je heen werken. Weet je, dan krijg ik ineens datgene waar ik over moet spreken. Dat komt dan bovenborrelen. En dan heb ik een onderwerp en dan komt bovenborrelen. Op maandag, op dinsdag, op woensdag, op donderdag. Stukjes van de preek. Die ineens boven komen worden. Want dan gaat God spreken. Dwars door je lofprijs heen. Dwars door je enthousiasme heen. Dwars door je worship heen. Dat is wat er gebeurt. Dan heb je ontmoeting met God. En dan gaat er iets gebeuren. Weet je, dat is de passie van God terugvinden in je leven. Amen, broer. Ja, dat dacht ik ook. En we hebben de passie zo hard nodig. Want weet je, ik heb het al gezegd, maar het staat hier en ik ga het nog een keer zeggen dan. Door passie komt beweging. Mooie tegeltjeswijsheid. Door passie komt beweging. Weet je, als je ergens enthousiast over bent, het gaat er iets met je gebeuren. Dan kan je niet langer stilzitten. Weet je, die mensen die zo gepassioneerd zijn over dat eten, die masterchef-kiebussen. Weet je wat die gaan doen? Die gaan allemaal kookboeken kopen. En die gaan oefenen thuis. En die gaan een nieuwe recepten ontdekken, nieuwe dingen uitproberen. En, oh, dan mislukt het. Nou, dan worden ze niet chagrijnig, zoals Suzanne altijd chagrijnig wordt. Maar dan gaan ze... zei ik dat? En dan gaan ze door. Maar nee, Suzanne is een schat. Ik hou zoveel van Suzanne. Ik hou heel veel van je, lieverd. Sorry. Het is ook helemaal niet zo. Althans niet zo erg. Maar weet je, dan gaat er iets gebeuren. Dan komt er beweging in je leven. En naarmate we de passie die we hebben over Jezus gaan voeden, gaan we meer met hem wandelen. Gaan we meer in hem bewegen. Wordt het koninkrijk meer zichtbaar in ons, om ons, door ons heen. Dat is wat er gaat gebeuren. Passie brengt beweging. Passie brengt beweging. We hebben passie nodig. We hebben passie nodig in de gemeente. Want passie brengt beweging. Passie laat je niet zitten op de stoel, maar passie gaat je uit die stoel halen. Passie doet je opstaan en gaat zeggen, dit ga ik doen. En we hebben heel lang misschien wel in een cultuur geleefd. En voor een deel hebben we die zelf verzonnen. Hè. Soms doe je dat ook in je eigen hoofd. Hè. Zegt niemand het, maar dat is wat je jezelf bedenkt. We hebben wel gedacht in deze gemeente van, ja, dan moet ik eerst toestemming hebben. Wat vindt pastoor ervan? Wat vindt pastoor ervan? Hoe, ik beweeg niet, want stel je voor, dan wordt mijn hoofd eraf geraakt. Mijn handen eraf geraakt, ik weet niet wat er allemaal afgeraakt wordt. Dan kijk ik op mijn lazer. Ga je niet doen. Want oh hé, als ze het niet goed vinden.
Als ik dingen zeg die niet goed zijn. Weet je, en weet je wat dat betekent heeft? Dan gaat de deksel erop. Dan gaat de druk erop. En dan gaan we stilzitten. Dan gaan we afwachten. Dan gaat er niks meer gebeuren. En weet je wie de lachende derde is? Dat is de duivel. En God helpt met ons mee. Ja. Dus wat mogen we doen? Passie. Ga staan. Kom in beweging. Hey. Wat ga jij doen, Robert? Wat ga jij doen, man? Hé? Ik weet wat je gaat doen, hoor. Robert gaat ook bewegen. Die is aan het bewegen. Ja. Dat is wat er gebeurt als je passie hebt in je leven. Passie, ja, dat is wel een mooi voorbeeld van Robert. Robert is de Bijbelschool gaan doen van Martin Kornstra. Die heb ik je afgemaakt. Ja. Jij moet niet voor je beurt spreken, dat doe ik wel. Dat hoef je niet te vertellen, dat vertel ik over jou. Weet je, hij is de Bijbelschool gaan doen van Martin Kornstra. Weet je waarom? Omdat hij meer wilde van God in zijn leven. Ja. En hij heeft die Bijbelschool afgerond. Laten we zeggen, hiep de piep. Hiep de piep. Hoera. Ja. Ik ga nu nog. Ja, nee, stop. Kijk, je hoeft niet alles te vertellen. Passie zet jezelf niet op het voetstuk. Passie zet God op het voetstuk. Ik zet jou wel op het voetstuk. Laat dat maar aan mij over. En weet je, het heeft beweging gebracht in zijn leven. Want hij heeft ontdekt, meer dan hij daarvoor ontdekt had, dat er meer is van God. Ook voor zijn leven, ook door zijn leven heen. Dat God ook hem wil gebruiken, op de manier waarop God hem wil gebruiken. Dat God zijn plan heeft met zijn leven. Wat hij kan doen, wat ik niet kan doen, maar dat moet Robert namelijk doen. Ja. En zo gaat hij door. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat als je het gaat voeden, als je het tijd gaat geven. Die mensen die naar Rema toe gaan, weet je, daar wordt passie aan gewakkerd. Want als je naar Rema gaat, kun je niet stil blijven zitten. En dan wordt er gesproken over groei. En dan denk je, oh, ik ga ook groeien. En dan wordt de handvaart aangereikt. Hoe kan ik groeien? Oh, ik ga groeien. En dan gaat iets gebeuren in mijn leven, door mijn leven heen. Halleluja. Zoiets dus. Ik heb ook Rema gedaan. Ja, u merkt het al. Dat is wat passie doet. Hoe laat is het? Ik moet gewoon ophouden. Ja, dat is heel jammer, want ik heb nog veel meer. En ik zou eigenlijk over iets praten, had ik met pastor afgesproken. Daar heb ik er niet over gesproken. Ik denk dat ik ontslagen word. Dat dit mijn laatste keer is. Ik hou van u. Ik heb u zo lief. Maar ja. En alles komt een eind. Hier overigens niet aan. Dat verbreek ik in de naam van Jezus. Weet je, ja, het is nog maar 10 voor 9. Ja, dat zeg jij, maar dat zeggen anderen niet. Maar weet je. Passie in je leven. Dat is kennelijk het thema voor vanavond. Passie in je leven. Waar is de passie in je leven? Kan je meer passie gebruiken? Ik kan meer passie gebruiken in mijn leven. Dat het me nog meer in beweging gaat zetten. Nog meer gaat doen in mijn leven. En weet je, dat komt achteraan. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Het besef van urgentie. Ik zal een tipje van de sluier. Over, 2 tipjes zal ik nog oplezen. Al deze kan ik toch niet lichten. Het besef van urgentie. Weet je, we hebben niet meer alle tijd. En besef je dat wel. Besef je dat in jouw leven. Dat Gods plannen met jouw leven hebben niet alle tijd. Ik zal 1 voorbeeld geven. God heeft over mijn leven gesproken. Pieter, je bent een leraar en je bent een schrijver. Boeken schrijven. Ja. Hoe lang is dat geleden? Hoe lang zijn we bij Capital weg? Nou, zo lang geleden. Maar dat was nog in de Capital tijd. Voor de mensen die in de Capital niks zegt. Houden zo, geeft niks. Lang geleden. 12 jaar geleden. De Robert is een soort wandelende agenda. Hè? Ik weet niet of je dat wel eens gemerkt hebt, maar... Goed. 12 jaar geleden. Heeft God dat over mijn leven gesproken? En ik kijk niet die zus aan, want ik weet wat die gaat zeggen. Wat heeft Pieter met dat woord gedaan? Ik zou Jan, Pieter heeft niet niks met dat woord gedaan. Nee, dat dacht u allemaal. Jammer, haha, lekker pu. Maar is er al een boek van Pieter? Behalve zijn proefschrift, heel mooi. Nee. Kijk, dankjewel. Want is er bij Pieter, is er bij mij het besef van urgentie? Weet je wat er gebeurt? Doen we allemaal, hè? Nou ja, nee, ik niet. Elk begin van het jaar bijvoorbeeld hebben we weer voornemens.
En waarom komt daar nou meestal niks van terecht? Geen besef van urgentie. En ik ga een andere keer spreken over hoe krijg je dat besef van urgentie nou voor elkaar? Wat kan je nou doen om dat besef van urgentie in jezelf aan te wakkeren? Dat het niet meer alle tijd heeft, dat het niet meer morgen, volgende week, volgende maand. Kortom, er moet iets gebeuren dat het besef van urgentie in ons leven terugkomt. Opdat we ook daadwerkelijk gaan bewegen. En niet denken, morgen is er weer een dag. Want God denkt niet, ja, God denkt wel dat er morgen weer een dag is, denk ik. Cryptische zin. Maar goed, er is morgen wel weer een dag. Maar we hebben niet meer alle tijd. Dat is wat ik echt geloof. En dat is volgens mij de tijd waarin urgentie ontzettend belangrijk is in het huis van God. En het is onderdeel van de bedrijfscultuur. Urgentie. En tot slot, tipje van de sluier, groei. Hoe komen we nou toch in hemelsnaam door dat plafond heen? Soms lijkt het zo te zijn, laat ik ook maar eerlijk zijn, hè? Er is heel veel over de gemeente gesproken. Dat het zou in mijn woorden eventjes, hè, exploderen. Weet u nog, pastor Julius, hè? Ik zeg het ook elke keer als ik op het podium sta met pastor Norma, pastora Norma, zit op Sint Maarten, bid voor de gemeente. Maar is ook het woord, ik denk een half jaar daaraan voorafgaand, van pastor Julius. Menigtes van mensen die gaan komen naar de gemeente. Is dat ook wat we verklaren elke dag over de gemeente of niet? Niet alleen over, ja, goed. Menigtes van mensen. Weet je, ik heb het vaker gehoord. En waarom hebben we het niet altijd tot vervulling zien komen? Wat heeft de groei tegengehouden? Weet je, het is belangrijk ook daar de vinger op te leggen. Wat veroorzaakt nou groei? Wat brengt groei teweeg? Wat brengt nou groei teweeg? CQ, wat hindert de groei? Ja, dat is zo. Maar er zijn ook, want er is natuurlijk weerstand, hè? Er is weerstand. Het is zo verleidelijk om er nu op in te gaan, hè? Maar die is er, ja. Nee, dat weet ik wel, dat je dat niet vraagt ook, hoor. Maar er is weerstand, tuurlijk. Maar die weerstand zal er altijd zijn. En hoe kunnen we nou, noem het dan maar eventjes, door de weerstand heen breken? Dat is voor mij ook hetzelfde als door dat plafond heen breken. Hoe breken we daar nou doorheen? Niet in de eerste plaats. Het heeft in de eerste plaats te maken, tipje van de slui. Ik zeg er twee dingen over. Eentje namelijk, nou goed. Twee dingen zeg ik erover. Het eerste is, hoe denken wij erover? Als pastor Norma zegt, test jezelf, hè? En het is niet goed, het is niet fout wat je denkt. Weet je, gewoon te ontdekken van jezelf, hé, maar hoe sta ik daar nou in? Als pastor Norma zegt, weet je, het gebouw is veel te klein. Wat zijn jouw gedachten daarover? Zeg je dan van amen? Of zeg je van, nou, ik zie nog voldoende ruimte, hoor. Daar gaat het om, dat soort dingen. Hoe groot kun je denken? En hoe groot denk je over de gemeente? Maar hoe groot denk je ook over je eigen leven? Wat kan jij bereiken? En weet je, wat ook zo geldt is, wie zit er nou op welke plek? Dat is helemaal gevaarlijk, hè? Het zou best zo kunnen zijn dat ik groei tegenhoud. Omdat ik gewoon aan mijn plafond zit. Sommige mensen, de Bijbel zegt, hè, er zijn leiders die over 10 worden aangesteld. Over 100 worden aangesteld. Over 1000 worden aangesteld, hè? Weet je? En we begrijpen allemaal, hè? En dit is geen voorbode van iets, weet ik veel, wat u kunt verzinnen. Maar we begrijpen allemaal, hè. Wat wou ik nou zeggen? Goh, wat dom van mij, zeg. Heer, geef het me terug. Sommigen zijn over 10 aangesteld. Sommigen zijn over 100 aangesteld. Sommigen zijn over 1000 aangesteld.
Weet je, dat is ook een principe in de Bijbel. We begrijpen allemaal dat sommige mensen hier in de gemeente zitten voor een seizoen in hun leven. Dat vinden we heel normaal, hè? Sommige mensen zitten hier voor, bij wijze van spreken, hun leven. Hè? Ik ben volgens mij zo'n boom, ja, die is hier geplant en die krijgt nooit weer van zijn plek. God zou dat wel kunnen natuurlijk, maar volgens mij is dat niet de bedoeling, hè? Maar dat sommige mensen zijn hier echt geplant. Maar sommige mensen zijn hier voor een tijd in de gemeente. Omdat ze hier iets ontvangen. Omdat er hier een bepaalde voeding is. Een bepaalde atmosfeer is. Hier bepaald, hè, ijzer, scherp ijzer. Hè, mensen zijn die jou iets moeten leren. Waar jij je even lekker aan gaat ergeren. Maar die iets in jou gaan moeten groeien en afbreken, et cetera. Maar je voor een bepaalde... Dat vinden we allemaal heel normaal, hè? Als we dat horen. Maar dat kan ook zo zijn. Mijn persoontje. Misschien ben ik wel niet... Een beetje zwart-wit verteld en een beetje, maar goed, even voor het principe. Hè. Misschien ben ik wel niet in het leiderschap de persoon die erbij toe bij kan dragen, mee kan dragen, dat de gemeente van 200 naar 300, naar 400, naar 500, naar 1000, naar 1500 gaat. Omdat dat niet is wat bij mij hoort, wat bij mij past, wat mijn capaciteit is, wat mijn zalving is, wat mijn roeping is. Weet je, als dat zo is... Weet je wat ik dan moet doen? Dan moet ik zeggen, ik heb tot hiertoe mogen helpen. Maar nu gaat God mij voor iets anders gebruiken. Halleluja! Want het gaat niet over mij, het gaat over hem. Het gaat niet over mij, het gaat over de missie. Het gaat niet over mij, maar het gaat over het doel wat we willen bereiken. Het gaat niet over mij, maar het gaat over wat God wil doen in de gemeente. Kan ook, hè? Dat soort dingen, daarvan bewust te zijn met elkaar. Maar dat er groeipotentie in ons allemaal zit in beginsel. He? En hoe wakkeren we dat nou aan? Groei. Ook dat is onderdeel van de bedrijfscultuur. Want als het bedrijf niet meer groeit. En dat kan Sam beter uitleggen dan ik. En Lieneke denk ik ook. Als het bedrijf niet meer groeit. Dan is de kans groot dat het bedrijf. Poeps. Kapot gaat. In het bedrijfsleven, hè. Zonder groei, stilstand is achteruitgang. Groei moet onderdeel zijn van de bedrijfscultuur. Want anders gaat het nergens meer naartoe. En God wil dat het groeit. En het gaat niet om het aantal poppetjes, zeg maar, wat de stoelen vult. Maar het gaat om wat God wil voor een effect wil hebben in de samenleving. Hoe het koninkrijk van God moet gaan baanbreken. Hoe deze stad moet gaan horen. En hoe meer mensen hier worden geedified, worden opgebouwd, worden bemoedigd, worden klaargestoomd. Hoe groter het effect hier buiten zal zijn. En dat is wat God wil doen. Daarom moet de groei zijn. Dat past bij de missie. De hele wereld moet gewonnen worden. En we hebben niet alle tijd. Dus we moeten groeien. Onderdeel van de bedrijfscultuur. En daar moeten we serieus naar kijken. Wat betekent dat dan voor ons leven? Wat betekent dat voor de gemeente? We moeten uitgedaagd worden. Nou, daar gaan we mee bezig. Bent u vandaag uitgedaagd? Ik ben vandaag uitgedaagd. God heeft mij uitgedaagd vandaag. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Ik ben daar moe van, man. Jongen, heer, moest dat nou? Ja, dat moest. Weet je, laat iemand zeggen passie. Laten we gaan staan. Sorry dat ik het zo laat heb gemaakt. Waar het hart vol van is.